Quando stende? Olha, é Big Bang, não, vem em câmera, você tudo tá aqui. Tô falando, vou detenir, como mania vou detenir. So good, bro. Yeah, this is well, muy bien. So I'm slat to the cameraman, so do. That's it. Aha, aha, eu não me dizia nada. Sonia. Dit is echt een feliz dag voor gelukkig zijn. Wat vind je daarvan? Ja, echt een feliz staat voor felicidad, espacio, libertad, esperanza. Daar staan die F-A-L-I-S voor. Wij zijn hier in de wijk in Otrabanda, het is een achterstandswijk in Otrabanda, waar best wel heel veel problemen en noodgevallen zijn. Wij willen hier een oase vormen in een droog stuk land, als je het zo mag noemen, waar de kinderen veilig zijn, welkom zijn, geliefd worden, gevoed worden, zowel geestelijk als lichamelijk. In het algemeen, pero mi tabisa toch specifiek, ja, dat ze wel uit een prostitutiegezin komen en achtergelaten worden. Er zijn veel illegale kinderen die niet ingeschreven staan op Curaçao, die geen medische faciliteiten hebben. Dat verzorgen we dan ook. Ik zal kort een paar dingen zeggen. Dus wat wij hier doen, is de kinderen een veilige plek geven, want deze wijk, er is veel nood. We hebben kinderen, we hebben zelfs 3 kinderen hier opgevangen van vermoorde vaders. Ja, die heel getraumatiseerd binnenkwamen hier. Nu zijn ze na 3 jaar echt zulke vrolijke kinderen. En ook zelfs de moeder had mij gezegd dat Gerda, weet je, ik laat de kinderen komen, want ik weet zelfs niet s'avonds wat ik die kinderen te eten geef. Het is nooit zeker of ik eten heb die dag voor die kinderen. En wij weten dat er kinderen hier zijn die, als zij niet de maaltijd krijgen wat wij ze geven, hebben ze geen eten. Ook hier op de school geweest, aan de familie waar die kinderen zitten nu. Toen ik dat allemaal zag, ik dacht, ik moet gewoon iets doen. En maar in het verleden heb ik heb altijd zoiets gehad van, ik wil kinderen uit een ghetto, zeg maar, gewoon helpen om, weet je, je ziet van die films, dat ze dan gaan leren poëzie. Laat me even bij deze kuikentjes gaan zitten onder de bananenboom. Laat me kijken of je meer kan zien van hen. Mijn opa had varkens, geiten, kalkoen, kalkoen, schildpad. Heb ik geit al gezegd? Maar hij had ook kippen. Ja. En daarom juist heb ik ook gekozen voor het thema, een moederkip. Soms heel vaak denken mensen, de haan is de ding, weet je. De haan heeft zo'n hanenkam. De haan, je kan bang worden, want je denkt, oh, is de haan. Maar de kip, vriend, de kip. Maar de haan, die wil gewoon kinderen maken. De kip zal niet met zijn eieren, zal niet wanneer hij kippen... Nu ben ik hier een beetje met mezelf aan het praten. Sertje komt eraan. Deswa! Ah, zie je dat? Nee, maar ik was aan het uitleggen dat kippen maken geen grap als ze kuikentjes hebben.
geen grap. Dus kom niet dichtbij, want anders zie je hoe hij net als een hond wordt. Wat zat je koei, Sertje? En ben je zitten als een sneaky? Ah, biala. En straks wil ik in het kip proberen zoveel mogelijk textuur van een beetje oma slash moeder. Ja. Idee. De ronde vormen? Ja, ronde vormen en bloemen. Oh ja. En terwijl eigenlijk zijn stoere jongens. Ja. En weet je wat jij doet met dat wat je vertelt? Je triggert juist in hun, je raakt juist waar ze het meeste behoefte aan hebben. Aan die geborgenheid, die warmte, die moeder. Dat hebben ze nodig, want dat gedrag, wat je zelf hebt uitgelegd ook aan mij van de week. Dat stoere surviving gedrag is surviving gedrag. Is surviving gedrag. Is niet wat een kind van nature doet. Ja. Ze hebben het. Hij moet het doen, ja. Hey, hier naast mij heb ik Gerda. Iemand die je moet kennen. Gerda doet hele mooie dingen voor kinderen hier op Curaçao. Voor mij is het een voorrecht om een stukje van die arm van Gerda's werk te zijn. Sowieso, pleinweg, kleur is voor een kind heel belangrijk. Ja. Om kleuren te zien. Maar ook kunst, uiting. Door kunst, dit is een kunstvorm dat jij hebt, dat je kunstschilder bent. Maar er zijn ook andere vormen van kunst, dat je drama, een ander soort expressie. Ik heb gezien dat die kinderen daardoor ook, de getraumatiseerde kinderen, kunnen ze uiten zich. Dus daarom wil ik ook die kinderen zoveel mogelijke vormen van kunstuiting geven, dat ze creatief kunnen zijn. In plaats van, ze weten niet wat we met hun oogjes moeten doen, dan gaan ze drinken laten, want dat zien ze hier in de wijk. Ja. Oh, dat is ook inderdaad een manier van emotie uiten. Ja. Ja, want ze onderdrukken die emoties omdat ze niet weten hoe ermee moeten omgaan. Of ze slaan je, of ze gaan zuipen, of ze gaan aan de drugs, want dan hebben ze pijn. Zo kan je het ook. Ja, dit is een constructieve, positieve, opbouwende manier om door je trauma's, je verdriet, ook je blijdschap te tonen. Het is niet altijd moeilijk. Medicijn, hoor. Dit is medicijn. Oh, je zegt het mooi. Hey, dit is Stichting Feliz. Ik ben blij dat je je tijd hebt genomen om naar ons te luisteren. Als je aan het eind van deze film bent gekomen, zeg Feliz in de comment. Dan weten wij, je hebt het helemaal gezien. Feliz!